Vanaf volgend schooljaar zullen een Vlaamse en een Chinese hotelschool intensief gaan samenwerken. De befaamde West-Vlaamse hotelschool Terduine, haar kokzijde, met als oud-leerlingen bekende chefs zoals Peter Goossens, heeft daarover een akkoord gesloten met een van de belangrijkste Chinese hotelscholen in Hangzhou. Een verslag van Tom van der Wegen. Ik wok thuis ook, dat is puur amateuristisch. Wij denken dat wij wokken, maar in feite kunnen wij hetzelfde doen in een gewone pan. Maar bij hen is dat echt verschillend. Een delegatie van de West-Vlaamse hotelschool Terduine bestudeert de keukentechnieken van de Chinese partnerschool in Hangzhou. Samenwerken met China blijkt een voor de hand liggende keuze. Het is niet de bedoeling dat wij de Chinese keuken imiteren, dat kunnen wij niet. Wij hebben ten eerste de grondstoffen niet. Dus het is de bedoeling dat wij die vreemde elementen die wij hier ontdekken, integreren in onze Belgisch-Franse keuken. Deze school is befaamd in heel China, onder meer door het gebruik van moderne technologie in de keuken. Ik denk dat onze, bijvoorbeeld de Chinese-leerlingen, Vanaf volgend schooljaar zullen eerst leerkrachten uitgewisseld worden voor een stage van een maand. Nadien is het de beurt aan de leerlingen. Zij moeten hier meer leren dan koken alleen. De discipline hier is ook indrukwekkend hoor. Het is misschien iets militaristisch, maar op zich hou ik daar wel van. Dus die leerlingen die luisteren echt nog naar hun leraren. Een leraar is hier iemand. En dat kan bij ons in onze westerse scholen toch wel wat anders zijn. De Belgische en de Chinese keukens kunnen dankzij dit uitwisselingsproject veel van elkaar leren. En dat kan op termijn leiden tot een interessante kruisbestuiving. Of wat zou u zeggen van deze Belgische cordon bleu op Chinese wijze? Tom van de Wegen, VRT Nieuws, Hangzhou.